en welkom bij weer een hele nieuwe Slime Sunday video. Vandaag ga ik de meest unieke slime ooit uittesten. Ik kan niet wachten om te zien hoe ontzettend gaaf ze allemaal zijn. Maar allereerst heb ik nog een super toffe challenge voor jou. Namelijk om deze video een duimpje omhoog te geven. Maar met welke hand, dat hangt ervan af. Heb jij namelijk wel eens een keertje eerder slime zelf gemaakt? Geef deze video dan een duimpje omhoog met je linkerhand. En heb je nog nooit eerder zelf je slijm gemaakt? Dat kan natuurlijk. Geef deze video dan zeker een duimpje omhoog met je rechterhand. Ik ben er heel erg nieuwsgierig naar. En vergeet daarbij ook zeker niet om ook nog eens eventjes op dat belletje te klikken dat naast de abonneerknop staat. Op die manier blijf je namelijk altijd op de hoogte van elke nieuwe video die ik upload. En hoef je er never, nooit meer eentje te missen. Hoe ongelooflijk tof is dat? En gedurende de laatste paar maanden ben ik natuurlijk heel vaak naar de winkel geweest. Voornamelijk om spulletjes te kopen voor mijn video's. Maar ik lette toen ook heel goed op alle slime items die ze hadden. Want iedere keer dat er iets tofs te vinden was, heb ik het gekocht en ik heb het in mijn slime verzameling gezet. En deze verzameling is zo ontzettend gaaf. Dit zijn de beste, leukste, coolste, meest unieke slimes die ik maar kon vinden. En het is nu eindelijk tijd om die video te maken. Laten we gewoon snel beginnen. De allereerste die ik hier heb is een geweldig leuke slime sundae. Ha, snap je hem? Het is dus in de vorm van een sundae of een milkshake, hoe je het ook wil noemen. Het heeft hierbij een rietje. Je kan er natuurlijk niet echt uitdrinken, maar dat is het design in ieder geval. Daarbovenop zit ook een heel erg schattig kerstje. En dit zijn foamballetjes en dat moet natuurlijk het slagroom voorstellen. En het is een hele mooie felroze kleur. Dus we gaan het gewoon snel openmaken. Hoe doen we dit? Zo. Woe. Oh my god. En... Oh, yes! Oké, hij is open. Dat gaat allemaal vrij makkelijk. Oké, dat lukt niet helemaal. Zo dan maar. Zo, ik haal het ervan af. Het voelt echt heel erg fijn en stevig aan. Jongens, het is echt totaal niet plakkerig. Wat fijn. Oké, het is een klein beetje plakkerig. Oh, dat ziet er echt heel erg fijn en gaaf uit. We hebben natuurlijk ook nog het dopje met het slagroom dat erin zit. Hey, dat gaat makkelijk. Dit zijn natuurlijk gewoon foamballetjes. Ja, is niet zo heel erg bijzonder. En we hebben het kerstje. Lijkt een beetje op een soort van neusje of zo. Maar dan echt heel erg klein. Of het lijkt op een kerstje. Dat kan natuurlijk ook. Zo, woe. En dat gaan we dan hier allemaal maar even ingieten. Oh, oh, oh. Yes. Het sneeuwt. En dat gaat ook allemaal ernaast. Oh, dat is niet handig. En we hebben er nog een zakje bij gekregen. En dat gaat allemaal hier zo in. Het zijn allemaal statische elektriciteit. En het blijft hierin zitten. Niet zo heel erg handig. Dus dat gaat nu hier zo in de sundae. 3, 2, 1. Go. Oh, oh my goodness. We gaan dit gewoon maar eventjes met het slijm mengen. Woehoe! Oh! Ik wil al het slijm er even uithalen. Het voelt echt heerlijk. Jullie weten het, ik hou van floam. Het ziet er redelijk goed uit als floam. Oeh, I like it! Ik vind het echt leuk dat de roze slijm een beetje doorzichtig is. Want dan kan je die balletjes er heel erg goed in zien. En dan hebben we het kerstje. And we put the cherry on top. Okidoki. Nu maar eventjes zo erin. Ha, ha, ha. Ik zie de cherry of het kerstje. Geweldig. Ik vind het idee hierachter echt heel erg schattig. Dus wat mij betreft is deze slijm helemaal en hartstikke geslaagd. Yes. Dan gaan we nu door naar het volgende pakketje. En dat is deze. Het ziet eruit als een soort van ballon. En in die ballon zit slijm. Maar het tofste hieraan is dat er gewoon legit een schaar in zit. En daarmee moet je dus dit ballonnetje knippen. Vervolgens komt er een verrassingsslijm uit. En daarbij ook nog een charm of zo. Of in ieder geval iets wat je op een armbandje zou kunnen doen. Zo, ik heb het ballonnetje. Oh, ho, ho. Dat voelt zo ontzettend lekker en fijn aan. Er staat op glitzy. Dus dat doet me denken aan glitter. Zou hier glitterslijm in zitten, denk je? Ik ben zo ontzettend benieuwd. Oké, je kan het best wel goed knijpen. Maar tegelijkertijd wil ik ook niet al te hard knijpen. Want straks springt al het slijm eruit. Dat lijkt me niet zo heel erg handig. Het laatste wat ik uit het pakketje ga halen is deze schaar. Oh, het ziet er zo ontzettend leuk uit. Het is alleen echt niet zo'n hele goede kwaliteit schaar. Het is gewoon zo'n speelgoed dingetje van plastic of zo. Ik ga gewoon eventjes in het kontje van de ballon knippen. Zo. Woe. Oh my goodness. Nee, het is zo bot. Kijk nou. Lukt me totaal niet om er een gat in te knippen. Kom op. Misschien moet ik het zo knippen. Jongens, zien jullie dat? Dit komt letterlijk in hetzelfde pakket. En het lukt gewoon niet
om er een gat in te krijgen. What? Deze is een stuk scherper. Dus ik denk dat het hiermee wel gaat lukken. Zo, ik knip een gat. Oh my goodness, oh my goodness. Ah, ja, het lukt. Wow. Wow. Dit is zo cool. Het is inderdaad gewoon glitterslijm. Ik zie glittertjes erin zitten en er komt een balletje uit. Ik denk dat daarin uiteindelijk de verrassing zit. Maar dit is echt prachtig. Ik pak het er allemaal eventjes uit. Het gaat allemaal best wel redelijk. Het plakt gelukkig niet aan de binnenkant van de ballon. Maar het plakt wel aan mijn hand. Dat is niet de allerbeste slijm. Oeh, ik zie allemaal verschillende soorten roze confetti glittertjes erin zitten. Dat is wel heel mooi. Dan hebben we hier dit geweldig leuke balletje. Ja, ik heb hem. Huh? Ik dacht dat er eigenlijk maar één charm in zou zitten. Maar dat is volgens mij niet zo. Allereerst hebben we hier wel een heel klein kraaltje. In de vorm van een bloemetje. Wel heel schattig. Maar er zit nog meer in. Ta-da-da-da. Woe. Het zijn gewoon kleine armbandjes. Oh nee, het is één armband. Met verschillende kleuren. Oeh, en hij is nog van elastiek ook. Oeps. Volgens mij is het doel hiervan om de kraaltjes op de armband te krijgen. Maar zoals je kunt zien is het een beetje lastig. Dus ik denk dat ik gewoon nog eventjes maar mijn handen ga wassen. En dan gaan we door naar het volgende item. Hier heb ik een Planet Collection. Het is dus eigenlijk gewoon, ja, een collectie. Vol met allemaal verschillende soorten planeten. En de zon. Waarom zit de zon hierin? Dat is helemaal geen planeet. Dat is een ster. En al deze planeetjes zitten natuurlijk helemaal vol met slijm. En daarbij is het gewoon zo heerlijk kleurrijk. En heeft het te maken met de galaxy. Dus wat mij betreft is die nu al helemaal goed. Ik ben wel heel erg benieuwd naar of het slijm ook wel oké is. Daar gaan we dan. En oh. Oepsie. Oh. Okidokie. Er zijn een paar planeten die het hebben overleefd. We hebben hier de aarde volgens mij. Dit is de zon. Nou, gelukkig is die niet zo heel erg ver weg gegaan. Laten we gewoon deze twee openmaken. Het slijm dat erin zit ook zo ongelooflijk prachtig en sparkly. Ah. Oeh. Wow, oh, dat gaat allemaal best wel makkelijk. Het is een soort van putty of zo. Het is iets minder slijm, maar dat maakt het niet minder leuk. Zo prachtig. Kijk nou, super glitterig. En daarbij kan je het ook heel erg makkelijk uitstrekken. Nou, dit vind ik geweldig. En het is niet plakkerig. Zo ontzettend fijn. Pak ik nu eventjes de aarde erbij. Een lekker fel blauwe kleur. Voor mij had het best wel blauw met groen kunnen zijn. Maar vooruit. Oeh, het is zo schattig. Helaas heeft deze niet leuke dingetjes erin. Zoals bijvoorbeeld glitter of zo. Maar het is wel een mooi stukje blauw slijm. En dat was het dan. Oké, in principe is het wel gewoon heel erg fijn. De slijm is top en oh nee, de zon en de aarde zijn gebotst. Oh, nou krijgen we een hele leuke soort van blauw-groene kleur. Dit is echt heel erg leuk. Het is super tof om alles een beetje bij elkaar te mengen. En dan krijg je allemaal verschillende soorten leuke kleurtjes met elkaar. Het krijgt daarom dus een dikke vette duim omhoog. I like it. Het is tijd voor Mix in Slime. En deze vind ik voornamelijk heel erg leuk, want het doet me denken aan van die toetjes. Weet je wel, een soort van danoontje of zo. Met allemaal verschillende soorten chocoladesprinkles erin. En die stop je dan in je toetje. Oh, zo heerlijk. Oké, daar heb ik nu heel erg veel zin in. Maar dit is slijm. Dit moet je absoluut niet eten. Maar wat we wel kunnen doen, is er natuurlijk gewoon eventjes naar kijken. Plastic zit aan de dop. Maar het kan zijn dat hij zo meteen losgaat of zo. Oeh, ik hoop dat hij eraan vast blijft zitten. Oké, gelukkig maar. Ja, het is me. Oh. Het is me wel gelukt, maar ik heb het ook een klein beetje kapot gemaakt. Het slijm ziet er zo ontzettend prachtig en sparkly uit. Ik had totaal niet verwacht dat er ook inderdaad glitters in zouden zitten. Laten we gewoon even kijken naar hoe dit voelt. Oeh. Lijkt een beetje op de planetenslijm, maar toch net iets anders of zo. Ik ga het er toch even uithalen, want we hebben even een stretch test nodig. Ja. Dit is echt heel erg goed. Ik ga alles weer eventjes heel voorzichtig er terug in stoppen. We hebben natuurlijk ook nog deze superleuke plastic balletjes. Zo, van af. Ah! Ja, here we go. Here we go. Oeh. Ja! Het ziet er zo ontzettend lekker kleurrijk en vrolijk uit. I love it! En dan kunnen we het er allemaal uithalen. En hier is die dan. Ta-da-da-da! Het is het Danoontjes Toetjes Slijm. Het slijm is heel fijn, zoals je kunt zien. En die balletjes zijn zo schattig. Voor mij hadden het er wel meer balletjes kunnen zijn. Maar over het algemeen is deze super cool. Het volgende item dat ik hier heb is technisch gezien misschien niet helemaal slijm. Maar volgens mij wel. En daarbij heb ik dit al een keertje eerder in een video laten zien. Maar ik was dus vergeten dat ik deze al had. Maar bij deze is het Foam Alive. Nou, de verpakking, zoals je kunt zien, is niet hetzelfde. Maar dit foam slijmspul, dat is dus zo ontzettend apart. Laten we gewoon eventjes kijken naar wat er gebeurt als ik hem omdraai. 2, 1, go!
Oeh. Oh my goodness. Het ziet er zo raar uit. Het lijkt een soort van klei of zo. Of zand. Ik weet het allemaal niet. Maar ik kan niet wachten om het lekker aan te raken. Dus we gaan hem eventjes zo openritsen. Haha. Volgens mij kan ik deze hier misschien er nu afhalen. Nee. 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 Ja. Yes. Hij is open. Welke kleur wil ik er als eerste uithalen? Ik denk de groene. Het paars even blokkeren. Alles valt eruit. Alles valt eruit. Ah. Ik heb het. Ik heb het. Ik heb het. Ik heb het. Bijna. Wow. Wow. Kijk nou. Het is gewoon heel levendig. Ik kan het dus samen knijpen. Maar het heeft dan ook weer zijn eigen wil of zo. Dan is het nu tijd om de paarse kleur erbij te pakken. Komt u maar. Misschien wil deze wel ietsje liever in mijn hand blijven. Nee, dat ziet er niet naar uit. Ik weet gewoon niet hoe ik dit moet beschrijven. Ik weet eerlijk gezegd ook niet zo heel erg goed hoe ik er mee moet spelen. Het idee is in ieder geval wel echt heel gaaf en grappig. En deze kleuren zijn allebei zo ontzettend fel en tof. Oeh, ik vind het leuk om ze bij elkaar te mixen. Het laatste ding wat ik ga proberen is om hier een mega grote, gigantische bal van te maken. Ik ga het heel goed eventjes bij elkaar drukken. Misschien blijft het dan een beetje in elkaar zitten. I don't know. Tata! Yes! Je kan er wel een klein beetje mee spelen en... Wow! Het is zo ongelooflijk gaaf. Ik vind het in principe wel hartstikke leuk. Dus van mij krijgt het een duimpje omhoog. Dit volgende pakketje is vrij klein. Maar het is misschien wel een van de meest unieke slimes die ik ooit in de winkel heb gezien. Het is namelijk Cloud Slime. En je zou denken van, maar dat is toch niet zo heel erg bijzonder. Ik heb dus echt nog nooit Cloud Slime in de winkel verkocht zien worden. Dus wat dat betreft vind ik het heel erg tof. Ik ben heel erg benieuwd naar hoe het gaat aanvoelen. Want toen ik de Cloud Slime zelf maakte, ging het allemaal niet zo heel erg goed. We gaan het maar gewoon eventjes testen. En... Dit is echt heel apart. Oh my goodness. Het is inderdaad slijm. Ik dacht dat het misschien alleen maar zand zou zijn of zo. Maar wow, wow. Dit is zo gaaf. Dit is waarvan ik zou willen dat ik het kon maken. Want ik vind het zelf zo ongelooflijk moeilijk. Ik ga het allemaal er eventjes proberen uit te halen. Super prachtig. Het ziet er gewoon uit als een hele mooie suikerspin. Dit is echt de ultieme cloudslijm structuur. Ha, ik zie dit altijd in de video's. En nu heb ik het zelf gewoon in mijn handen. Ik ben hier zo blij mee. Als allerlaatste heb ik een hele magische slijm. Want dit heeft te maken met een eenhoorn. Het grappige hieraan is dat de eenhoorn het slijm kan poepen. Wat? Ik ga meteen eventjes... Laat maar. Oké, nou op zich best wel een goede slow rising squishy, dat is goed. Maar hier binnenin zit een soort van hard ding. Het is de bedoeling dat je hier dus je slijm in gaat stoppen. En vervolgens komt het uit zijn kontgat eruit. Ik zie verder geen andere ingang, dus hoe moet ik het slijm hier zo in zijn kontgat krijgen? Jawel, via zijn kontgat. Allereerst zet ik het slijm hier op een platform. Oeh, het is best wel lekker fel roze. Het voelt echt heel erg jellyachtig aan. Het is een beetje waterig slijm, maar dat lijkt me ook wel logisch. Want anders krijg je hem... Oh nee, we pakken hem eventjes vast. We gaan deze goed inknijpen. En dan zuigen we de diarree op. En... zien jullie dat? Oh my goodness. Eeuw. Volgens mij zit er nog meer ruimte in, jongens. Dus ik pak nog een klein beetje slijm. En dan gaan we het er gewoon maar eventjes in laten zakken. Zo, komt u maar. De eenhoorn voelt nu eigenlijk best wel zwaar aan. Dus ik denk dat hij genoeg gegeten heeft. Dus het is tijd om te poepen. Here we go, jongens. 3, 2, 1. Poepie time. Gat in Darry, zagen jullie dat? Hij heeft gewoon dikke vette diarree. Dit was echt zo ontzettend leuk om te filmen. En vergeet ook zeker niet om mij ook nog even te volgen op Instagram. Mijn accountnaam is Meisje Jamila en de link daarvoor zet ik ook nog eventjes in de beschrijving hieronder deze video. En beantwoord ook de vraag van vandaag. En die is, welke van de slimes uit deze video vond jij het allerleukst? Laat het me zeker eventjes weten in de reacties hieronder deze video. En dan zie ik jou natuurlijk weer in de volgende video. Doei!